As jy verkoos 'n kersgeskenk kan koop, wat sal dit wees? 'n Wit baard. Die een is van Afrika en die ander Europa. Koos Kombuis en Stef Bos is al oor die 10 jaar vriende en het al vele kere saamgewerk. Vanjaar maak hulle weer so met die produksie Niemandsland, wat by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees op Oudtshoorn speel. Marlies Potgieter het besluit om 'n paar vrae aan die twee sangers te stel wat hulle oor mekaar moes beantwoord. Jou gunsteling liedjie van Koos? Die eerste ding wat toch een opkom is onder in mijn whiskyglas. Maar om een keer, okay, dat is eigenlijk, dat is omdat dit het begin is van hoe ik hem het leer kennen. En dit is voor mij altijd een ongelofelijke song. Ik heb hem zelf gezien. Ik zing min goed als een ander. Gunsteling liedjie wat Steve zingt? Weet je, ik heb baie, man. Ik denk mijn heel favoriet is Hubert en Hubert goed, Kloofstraat. Het is, Steve het zijn leven lang 2 of 3 thema's ontgaan. Zo'n altijd op reis, van hier naar daar. En die dualisme tussen licht en donker, liefde en leeg. En met die song het het bij elkaar gedaan. Koos, die snaakste op ginsteling herinnering of story wat jij van Steve heeft? Steve is niet een vreselijke snaakse ouwe. Maar wat voor mij lekker is, van het ons daar liedje geskryf het van God in die duivel, as jy my sien, al is het tussen een klop mense. Hallo, duivel, hallo Satan, hoe gaan het nou? Iets wat jy nie van hom geweet het nie, wat jy in die jare ontdek het. Wat my wel verras het by hom, weet jy, as jy so sy van in het begin hom volg en so hom vir jare ken, en opeens achterkom dat hy mal is van science fiction. Dit het ek totaal nie verwacht by hom. Ja, hy is helemaal into space. Niemandsland wys nog tot saterdag 6 april by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees, maar sal binnekort moontlik op toer gaan. Nou wys ons weer saam na Afrika.